Donderdagmorgen, 29 april, reikt de burgemeester Vermaanzakkers 14 koninklijke onderscheidingen uit in het kader van de Algemene Gelegenheid 2010 in verband met Koninginnedag 2010. We begonnen 's morgens om 8:30 in Elsendorp bij mevrouw Kossen. Zij is bestuurslid van het overleg Elsendorp, was coördinator en collectant voor de stichting Kinderhulp Elsendorp, is vrijwilliger voor de Nationale Vereniging De Zonnebloem en is actief lid en bestuurslid van de KBO in Elsendorp. Van Elsendorp ging het naar Milhezen, naar het peuterspeelzaal Het Smurfje, waar mevrouw Schepers Kuiten en mevrouw Altink Grinwis een lintje kregen. Mevrouw Schepers als vrijwilligster en leidster verbonden aan de peuterspeelzaal, 25 jaar vrijwilliger bij en sinds 1995 bestuurslid van Stichting De Zonnebloem, Bakel Milhezen de Rips en vrijwilliger bij de buitenschoolse opvang van de Rooms-Katholieke Basisschool De Kastanjelaar. Mevrouw Altink Grinwis was vrijwilligster en leidster verbonden aan de peuterspeelzaal en is bestuurslid van de buurtvereniging De Akkers in Milhezen. Als vrijwilligster actief in gemeenschapshuis De Schans in Milhezen, actief binnen het kindervakantiewerk, was lid van de ouderraad en was lid van bestuur en de redactie van het dorpsblad Geemert Bakel de Kogoen voor met name de kern Milhezen. Van Milhezen ging het naar Bakel. Hij is 12 jaar lid van het hoofdbestuur van BAVOS en 16 jaar actief als voorzitter van de carnavalsvereniging De Pierenwaaiers. De heer Martin Kusters. Een goede jaren samen mag dragen. Ja, oké. Okay, dan van Bakel richting Geemert kwamen we in de Neerstraat uit bij mevrouw en meneer Rovers Jonkers, eigenaar-exploitanten van het cultuurhistorisch museum De Tolbrug. Mevrouw Rovers is onderhouder van het kruisbeeld aan de Neerstraat in Bakel, verzorgt rondleidingen in het oude archief van Geemert Bakel, lid van het bestuur van de KBO en penningmeester van de stichting Kindervakantiewerk in Bakel. Meneer Rovers is dus eigenaar-exploitant van het cultuurhistorisch museum de Tolbrug en lid van het bestuur van de heemkunde Bakel Milhezen. Van Bakel naar Handel, mevrouw Van der Ven van der Putten, secretaris in het bestuur van 86 en vanaf 86 als vrijwilligster van het peuterspeelzaal Het Kneuterhufke en 15 jaar als vrijwilligster verbonden bij het Oranje Comité in Handel. Dan de heer Anton van Zeeland, hij ontving de ridderorde, hij werd ridder in orde van Oranje Nassau als penningmeester van de openbare bibliotheek in Geemert. Hij is vicevoorzitter van de Raad voor Toezicht van het Kunstlokaal, penningmeester van de stichting Lokaal.com en lid van het bestuur van de lokale omroep. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rabobank Geemert en regio Peel Noord. Diverse functies en werkzaamheden binnen de voetbalvereniging Handel. Penningmeester van het stichting Hendrik van Dijk Fonds. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Goed Wonen. Van Handel naar Geemert, naar Martin Jacobs aan de Dribbeleidseweg. Hij is werkzaam als lid van het college van bestuur van de scholengemeenschap Kommendrij, actief lid van Harmonie Excelsior, trekker van het jaarlijkse Blomfestival, voorzitter van het Prochiebestuur van Prochie Keer Geemert Kern, medeoprichting en voorzitter van de stichting SOSS, Steenopbouw Stoep Starjevo, medeoprichter en bestuurslid van de stichting Fubu en medeoprichter en bestuurslid van de stichting Leergeld afdeling Geemert. In Geemert ook mevrouw Spierings Verbund, 12 jaar voorzitter van afdeling Geemert van de Nationale Vereniging De Zonnebloem, lid van het Armenbestuur, vrijwilliger van het Prochieel Verband in de kern Geemert, vrijwilliger bij het Verzorgingshuis De Ruizenberg, bestuurslid van het Prochie De Bosweg in Schijndel en was de secretaris van de Petrus Donder Stichting in Geemert. Dan de heer Arie Hardeman, 35 jaar lid, penningmeester, wedstrijdfunctionaris en trainer van de zwemvereniging Hydra en lid van diverse commissies vanaf 1983 van de Geemertse Lawn en Tennisvereniging. Ook de heer Wempe van de tennisvereniging mocht een onderscheiding ontvangen omdat hij vanaf 68, vanaf oprichting 42 jaar lid en vrijwilliger is van de Geemertse Lawn en Tennisvereniging. Dan twee scheidende politici, de heer Frans Francissen. Lid in de orde van Oranje Nassau en raadslid was hij tot 2010 van de gemeente Geemert-Bakel. Wethouder is hij geweest en hij is veel bezig met vrijwilligerswerk binnen de natuureducatie en voor het lokale Geemertse voetbal. Tot slot mevrouw Brouwers, Tony Brouwers, lid in orde van Oranje Nassau. Lid en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Geemert van 1997 tot 2009. Van 1984 tot 2002 bestuurslid van de Geemertse Ondernemersvereniging. Ze was raadslid tot 2002 en aan tweetal raadsperiodes wethouder van de gemeente Geemert-Bakel. En ze was 4 jaar penningmeester van de carnavalsvereniging de Drumknauwers in Geemert. 14 koninklijke onderscheidingen en ook namens iedereen van harte proficiat. Mooi. Hartstikke mooi.